We hebben al 2000 abonnees. Oeh. Ik heb nog geen bedoel. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve Pedatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en mijn week is niet zo lekker begonnen, mijn werkweek. Ik werd gisteravond echt helemaal niet lekker. Echt duizelig en een raar gevoel in mijn maag. En nou, ik ben rond 9 uur maar in bed gaan liggen. Draaien, kon me niet slapen. En, nou, uiteindelijk inderdaad spugen. Gadver. Spugen. Diarree. Gewoon letterlijk zeik uit mijn reet. Om even in detail te treden. Alsjeblieft. Dus maar ik had een paar dagen geleden ook al, dat is inmiddels al een paar weekjes geleden, voedselvergiftiging. Zo. Maar dat kikte er echt gelijk in. En toen echt spugen. Maar toen had ik ook echt het gevoel van, oké, ik ben het kwijt. Ben ik de volgende dag, kon ik ook werken en zo. Maar dit is toch net even wat anders. En nu heb ik ook gehoord gisteren dat het norovirus weer opspeelt in de... In ieder geval hier zo bij de verpleeghuizen. Dus ik hoop niet dat ik daar iets van opgepikt heb. Want dat is echt heel naar. En ik weet ook niet hoe ik dan met Jesse Silver om moet gaan en zo. In ieder geval, het spugen lijkt nu een beetje over. Maar ik heb voor de zekerheid wel toch even mijn vertrouwde emmer neergezet. Maar ja, echt, elke half uur moet ik wel weer naar de wc. Dus ik loop helemaal leeg. Ik heb mijn water erbij gezet. En goed drinken. En dan hoop ik dat ik zo snel mogelijk een beetje opknap. Dag lieve patatties. Zoals je ziet, ben ik weer ziek. Gewoon 5e keer dit jaar of zo. Echt... Ik krijg echt het immuunsysteem van 3 keer poep. Echt niet grappig. Ik had zoveel dingen te doen nog. Ik moest op mijn werk, had ik een afspraak en ik moest gewoon werken. En ik moest nog een hoop dingen doen. En ik moest hondenvoer halen. En dat gaat het allemaal niet door vandaag. Oh man, ik voel me echt zo... Brak gewoon. Alsof ik keihard op stap ben geweest. Nou, dat is al lang niet meer gebeurd. Dat je gewoon zo vaak ziek kunt zijn. En ik eet gezond. En ik drink veel water en weinig frisdrank. Maar toch krijg ik het elke keer weer. Maar goed. Los van dat ik heel erg ziek ben, gaat het wel heel goed. We hebben al 2000 abonnees. Ik heb nog geen bedoel. Nog geen ballonnen opgehangen, maar wel super tof. En ik wil nog iets vertellen, maar daarvoor moet ik even wachten op René. Ik word gebeld. Moment. Dat is mijn werk. Hallo, met Sergio. Ja, dat was mijn werk. Toch altijd wel tof dat ze eventjes checken en zo. Hoe het met je gaat en waarom je ziek bent en dat soort dingen. Ja, vind ik toch netjes. En ondertussen vermaak ik me wel met een beetje. PlayStation, Call of Duty, Modern Warfare. Ja, een beetje scherp stellen. Krijg je ervan als je de automatische focus uitzet. Ja, Modern Warfare dus. En ja. Ik zie hier prachtig uit. Ja, ik vermaak me wel. Dus wacht tot René thuis is. En dan gaan we iets leuks vertellen. Eindelijk. Dus nog even slapen. En spelen. En slapen. Zo. René is inmiddels lekker thuis, zoals je ziet. Ik ben een beetje opgeknapt.
Ik voel me nog steeds niet helemaal je van het. Maar wel al een gelukkig stuk beter. Zoals ik vanmiddag al vertelde, hebben wij nieuws. Heel leuk nieuws. Heel leuk nieuws. Heel leuk nieuws. Heel leuk nieuws. Ja. Oh, dat is lang geleden. Ja, Jochem Meijer. Heel leuk nieuws. Ja, hoe gaan we dit doen? Starten we nu een leuk muziekje. Zo heel spannend. Zo. Nou ja, laten we zo zeggen. Als je onze Facebook en Instagram ook een beetje in de gaten hebt gehouden. Dan kan je het al weten. Dus daarom zo zie je maar dat het ook belangrijk is om onze Facebook en Instagram in de gaten te houden. Hè? Want soms geven we al daar al iets eerder prijs. Dus. Maar in ieder geval. Ja. Wil jij het zeggen? Ik wil best zeggen. Wij zijn sinds deze week een officieel managementteam van Peter van der Hurk. De Nederlands bekendste paragnost en winnaar van het Zesde Zintuig, programma van RTL 4. En, Wat is van RTL 4? Ja. Nou, in ieder geval van RTL. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, wel RTL, dat weet ik wel zeker. Volgens mij was het RTL 4. Ineens kregen we een belletje. En dat was heel erg leuk. Dus we hebben een gesprek gehad. En we gaan alle shows regelen. En vooral René. Maar we gaan... We gaan hard aan de slag, we nemen zijn social media's over, we gaan nieuwe dingen met hem plannen, dus volg hem ook hè, op Instagram en op YouTube, want daar gaan ook hele leuke nieuwe dingetjes aankomen. Ik denk dat het echt wel heel erg leuk is om te gaan volgen. En inderdaad, we doen de bookings, dus we gaan we toeren heel het land door. En dan kan je dus getuige zijn. Van Peter van der Hurk. Ja, we zijn natuurlijk vorig jaar ook al bij een show van hem geweest. Daar hebben we een vlog over gemaakt. Dat was al heel erg leuk. Maar wat we nu gaan doen, wordt gewoon nog leuker. Want het is gewoon heel bijzonder wat hij doet. En dat doet hij dus al jaren in de zalen. Maar we gaan nu dus op zoek naar spookhuizen. Dus een haunted mansion. Weet je wel, een huis waar het gewoon spookt, waar de boeken uit de kasten komen vallen, waar de lampen gaan flikkeren en het gas ineens aangaat zonder dat jij daar in de buurt van bent geweest. En dat willen wij dus gaan onderzoeken. En Peter gaat daar polshoogte nemen, zeg maar. Ja, en naast dat we dat willen gaan doen als een van de dingen, willen we ook weer de moordzaak gaan oppakken. Dus mocht het nou zo zijn dat iemand die jij kent een onopgeloste moordzaak heeft of eigenlijk er gewoon meer van zou willen weten, dan, dan gaan we even kijken of wij daar ook wat meer voor kunnen betekenen. Ja. En wat wel belangrijk is, het komt wel op YouTube, dus hè, daar moet je wel voor openstaan. Maar ik denk dat het heel gaaf kan zijn en dat het echt een toegevoegde waarde kan zijn voor eventueel jou. Dus super tof allemaal. Ja, we hebben er ongelooflijk veel zin in. Ja. We zetten in ieder geval een linkje van onze e-mail. Onze zakelijke e-mail van Peter dan. Want anders moeten we het wel even scheiden houden en zo. Een hoop e-mailadressen en linkjes en pagina's en dingen door elkaar. Dus we proberen het zoveel mogelijk gescheiden te houden. Dus daarom het e-mail over Peter. Hieronder, niet over, maar van. En... heb jij dus iets, stuur ons dan een e-mail of een berichtje. En dan denk ik dat we nu gaan afsluiten. Ik kan wel laten zien dat jij druk bezig bent met Photoshop. Ja. Om flyer te maken. Ja, precies. En, we zijn lekker druk bezig. Hè? We doen nog steeds veel fotoshoots. Dus check ook Instagram, want daar staat een leuke reeks. We zijn altijd benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Doe even een likey.
En we gaan lekker nog steeds door met de vlog. Dus we zullen jou ook meer meenemen. Ook met het verhaal van Peter van der Hurk. Want dat is nou eenmaal wat we ook veel gaan doen. Dus eigenlijk een beetje de backstage dingen. Dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. We blijven nog lekker muziek maken. Dus blijf ons volgen. Het wordt weer een heel druk jaar. Heel druk jaar. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en om een belletje aan te zetten. En dan zien we je heel graag bij de volgende vlog. Ciao. I just wanna see where your love